4 dagen feest in de omgekeerde wereld, waarbij je maar 1 ding in de gaten moet houden, dat je dat samen viert. En daarmee bepaal je de grenzen van dat feest. En dat is voor mij vastenavond. Welkom bij een spiksplinternieuwe podcast over vastenavond in het Krabbelgat. Mot is oren. Een nieuwe mot is oren hier op 10-11-11-11, wanneer je ook maar luistert. In ieder geval is deze nieuwe aflevering bedoeld voor de 11-11-viering van 2022. Hallo Koen. Hey Joris. Hallo, hallo. Daar zijn we weer. Ik wou net zeggen, ja, weer een nieuwe podcast terug van weg geweest. Ja, het is even geleden. Een jaar. Ja, precies. Ja, precies een jaar. Precies een jaar. Inderdaad, afgelopen seizoen hebben we wel iets gedaan. Alleen geen podcast, maar een tv-show. Ja, iets te veel hooi op ons voorgenomen misschien. Ja, misschien wel, ja. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. Dat zeker, dat zeker. We hadden, voor als je voor het eerst luistert, we hebben een top 7x11 gemaakt met de 77 leutigste vastenavondliedjes. Met op nummer 1 Ei Lekkere Dwel West. En nou ja, alles kan je nog terugzien op YouTube. Ook op Zuidwest TV op de site kan ook nog teruggekeken worden. Dus kan je allemaal terugkijken daar. Maar we gaan weer terug naar waar we zijn begonnen. En dat is de podcast zelf. Heb je veel vragen gehad daarover, Koen, afgelopen vastenavond? Wel wat. Ja, hè? Wel wat. Ik ook. In ieder geval, ik heb ook al wel nu weer veel de vraag gehad, gaan jullie weer wat doen? Nou, precies, ja. Nou ja, dat doen we dus. En gelukkig. Wat hadden we tegen onszelf gezegd, Joris? Dat weet ik niet meer. Wat hadden we gezegd? Met de podcast. Oh, Dotkatoen. Nee, ja, dus we zouden het klein houden. We zouden het klein houden, precies. Nou, dat is goed gelukt. Ja, Peter is weer aan de gang gegaan. Ja. Ja, we kunnen Peter niet in beeld brengen deze keer. Helaas dat is wel jammer. Niet. Peter Jans inderdaad, die vorig jaar dus in de tv-uitzending nou, ook een eigen item had. Nu achter de knoppen van de camera's. Gelukkig dank je wel, Peter, dat je erbij bent. Want ja, je kan deze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcast, gaan we door. Maar natuurlijk ook bekijken via YouTube zelf. En daar hebben we een heleboel mooie cameraatjes voor. Juist. Mooi. En we zijn niet met z'n tweeën, jongens. Nee, gelukkig niet. We hebben echt een hele leuke gast. Ja, zeker. Ik ga eens even om het papiertje kijken wat we ook alweer hadden opgeschreven. Nou, zullen we eerst de knop indrukken? Oh, dat goeie. Een gast! Oh, we hebben een gast! Ja, de slechte jingles hebben we gehouden. Ja. Ja, ik heb hier iemand links van mij zitten, dus voor de kijker rechts. Iemand die zijn eigen bedrijf heet, dat heet Uitstrekend. Zeg ik goed, hè? Uitstrekend. Ja. Uitstrekend, ja. En, bestel je kerstbox. Ja, precies. Daar promoot je heel veel, dus dat moeten we dan even doen ook, hè? Ja. Hij is volgens mij voorzitter, als hij dan nog steeds is, of directeur, geen idee wat voor titel dat heeft, van de Proef Mij. Ja, voorzitter, vrijwilliger. Voorzitter, vrijwilliger. Kijk, hij krijgt er niks voor. Dat is dan vrijwilliger. Valt tegen dan weer. Nee hoor, dat bevalt prima. Oké, is mooi. En ik denk dat de meesten hem kennen als de stekentee, en dan moet ik het goed zeggen, van Vleetjaar. Dennis van Tilburg. Ja. Goedendag Dennis. Goedenavond. Goedenavond. Goedemorgen of goedemiddag. Ja, dat is mijn neer net wanneer dag luistert. Precies, ja, precies. Precies. Misschien zitten ze nu, as we speak, op de fiets vanuit thuis. Helemaal vanuit Alsteren, op de fiets naar Bergen om 11-11 te gaan vieren. Ja, dat zou je zo maar kennen, dat is mijn fietsen ja, dan. Ja, ja, daarom. 11-11-2025 dan in dit geval misschien ook wel. Dat zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen, ja. Koen zei stekent even van Vleetjaar, want twee jaar geleden hebben we Joost Eijkman, de grootste boer van Vleetjaar. Ja, ja. En toen dus ook gehad. En die was er heel erg stellig op, Vleetjaar. Geldt dat voor stekent even net zo goed? Nee hoor. Nee? Nee. Nee, het is dat wij inderdaad spreken over de prins van Vleetjaar en de grootste boer van Vleetjaar. Dat zijn de twee figuren die wij ook kiezen als grote raad, of als boerenploeg. Mm-hmm. Wij kiezen uit ons midden en dat is een prins en dat is een grootste boer. Okay. En de grootste boer die wordt als eerste gekozen en die stellen een stekentee aan. Ah, die manier. Dus, dus daar hangt niet zozeer aan van Vleetjaar. Maar er zijn natuurlijk twee mensen die wij echt vooruitschuiven in ons veert. En dat is onze prins uiteraard. En de grootste boer als balleider. Dus jij verwacht niet dat met 11-11 je ineens dat er ineens iemand anders aangewezen wordt? Nou, dan is de bot wel aan hoor. Nee, ik vind het wel te leuk. Ja, dat is, nou, ja, dat is leuk.
Heel goed. Ja, we gaan straks natuurlijk meer hebben over jouw rol als stekenthee. En misschien ook wel je rol in de stichting en alles erop en eraan. Maar we hebben ook uiteraard onze oude item, de stellingen. De stellingen! Stellingen? Oh ja, frikandellijk, Joris. De stellingen, inderdaad. Dennis, we gaan 4 stellingen aan je voorleggen. Ja. Je mag een van de 2 antwoorden die wij geven, mag je kiezen. Uitweiden waarom je die ene kiest, dat mag natuurlijk altijd. Dat vinden we alleen maar hartstikke leuk. Doe jij de eerste, Koen? Ja, we hebben expres gelijk een moeilijke voor jou, Dennis. Proef mij of vastenavond? Vastenavond. Zo! Die was vrij makkelijk. Die was heel makkelijk. Zo, je bent echt heel sterk. Waarom? Ten eerste omdat er heel veel mensen die aan de vastenavond werken ook een proef mee werken. En in die volgorde. Ik ga nog niet zeggen dat proef mij zomercarnaval is. Dat is het absoluut niet. Maar nee. Als er één feest is wat ons zo verbindt en zo dicht bij elkaar brengt, dan is dat onze vastenavond. En dat is in alle opzichten is dat voor mij het allerbelangrijkste feest. Maar daar te mee te maken dat het zo intens gevierd wordt door de mensen. Ja, helemaal mee eens. Ja. Stelling 2. Het motto moet met 11-11 bekendgemaakt worden. Of zoals het nu eigenlijk altijd gaat, toch ervoor. Ja. Ja, dat is... hoe laat moet het stoppen? Of hangt er ook een datum aan wanneer we moeten stoppen? Want daar kan ik een heel verhaal over houden. Nee, ja. Om heel eerlijk te zijn, speelt dat bij ons elk jaar wel een beetje. We hebben daar natuurlijk een tijd geleden ook al eens over gehad. En ik proef nou een beetje zo bij protocol, waar ik onderdeel van uitmaak, dat er toch wel bestemmen zijn om daar nog eens over te hebben. Maar dat is best nog wel ingewikkeld. Want de gedachte leeft, zeg maar, dat we er ergens veranderd hebben en dat we daarmee traditie doorbroken hebben. Maar dat is niet waar. Want wij gaan vanuit de jaren 60, ergens half 60, gaan we naar de Rij toe om daar de kale neet af te leggen. En we zetten daar het licht op groen voor de vastenavond. En die 2... In een andere volgorde weliswaar zijn het al belangrijkste. We zetten het licht op groen om plek te maken om allemaal weer aan de slag te gaan voor de vastenavond die komen gaat. Het motto is daar eigenlijk een beetje bij ondergeschikt ten aanzien van wat 11-11 is. Maar tegelijkertijd is het ook zo, dat bepalen wij met elkaar. Met z'n allen. Ja. En een aantal mensen zeggen, ja, maar het is juist leuter als we bij de Geit pas het motto horen. Wat ik me kan voorstellen. Mm-hmm. Aan de andere kant is het ook zo dat de spanningsboog, zeg maar, richting 11-11 is kort en daarna is die gelijk weg. Dus als je iets aan het motto wil uitleggen of wil uitbeelden of wil doen, wil inleiden, dan moet je dat ervoor doen. Dus ja, er is voor altijd wel voor alles wat te zeggen. Dus aan de ene kant, ja, goed dat we dat tot nu toe 2 keer hebben we dat anders gedaan in al die tijd. Om het motto bij de Geit bekend te maken. Of niet bij de Geit bekend te maken. Maar ja, er is ook alles voor te zeggen om dat weer wel te doen. Ja, precies. Dus ja, het antwoord, ja, volgend jaar zullen we het weten. ik ben daar wel tevreden over dit antwoord. Ja, dat kunnen we toch ook een beetje in het ongewis laten. Wat zouden jullie, mag ik ook vragen stellen? Ja, zeker mag dat zeker. Nou, het is een gesprek, hè? Ja. Het is geen interview, het is een gesprek. Nee, precies. Maar dat is belangrijk, ook voor de podcastluisteraars. Ja, om een beetje te kijken wat er leeft. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daar zo zouden vinden. Ja. Ik vind het sowieso al een goede. Onthouden even dat we dit voor een andere keer misschien op de socials zetten. Ja, vind ik kunnen we hierna nog wel doen. Volgend jaar? Ja, precies. Ja, precies, ja. Maar ja... Ik weet het eerlijk gezegd eigenlijk ook niet. Ik denk inderdaad wel wat jij zegt, dat het wel prettig is om het van tevoren te weten. Dat je er een beetje naartoe kan leven. He, zo'n bericht in de krant is toch altijd een beetje van... Oh ja, dan gaat het inderdaad toch een beetje leven. Ja. En dan krijg je toch ineens weer een beetje zin in de 11-11. Ik zou zeggen ervoor. Ja, maar je kan misschien... er ook gelijk wat van vinden. Dat is ook wel leuk. Ja, precies. Je kan er wel wat van vinden. Maar misschien dat daar de krabben iets meer in meegenomen kunnen worden. In ieder geval, hoe ik het ervaar als het motto bekend wordt gemaakt is... Ik krijg een push notification van vastenavond.nl. Ja. Dan zie ik het motto. En dan zie ik het vervolgens op BN de Stem. En op In de Buurt. En dan weet ik veel wat voorbij komen. En dan is het ook alweer klaar. En dan ga je er wel met familie en vrienden over. Nou, misschien dat wel leuk is. Ja, daar is zeker wat voor te zeggen, Joris. Want we hebben in het reisjaar, weet ik nog. En wel wat vaker, maar met name toen. Kees Steunissen was toen grootste boer. Ik heb dat met hem toen een beetje voorbereid. En wat mensen. En toen hadden wij een reisbureau. Dat was zeg maar het vakantiejaar. Mm-hmm. Dat was ook zo mooi, want het motto was, dat is pas vakantie.
Maar de sterke ondertitel, het motto wat daarbij kwam, was: we zijn maar weer eens weg. En dat lag natuurlijk ons veel dichterbij, want dat zeggen we ook tegen elkaar. Nou, we zijn maar weer eens weg, hoor. Ja. Ja, maar het motto was in ieder geval: dat is pas vakantie. En toen hadden wij de convocatie naar de boeren toe. Dat is traditie, of dat is gebruikelijk, dat je mensen uitnodigt voor een vergadering. En dat is 11-11 is van oorsprong een vergadering, bijvoorbeeld bij protocolair een aantal zaken afhandelen. En dan krijg je dus vooraf die convocatie. En dan moet je ergens naartoe komen en die kom je ophalen. En dan is dat meestal iets leuks aan gewonnen. Hadden we toen ook gedaan, hadden we een bus op de markt staan. Een reisbus, zeg maar. En dan kon het volk, zeg maar, de mensen ook meekrijgen en meenemen wat de motto is een beetje ging worden. Dus ik denk dat wij doen nou te doen gebruikelijk een uitnodiging naar onze boeren. Dat heet de convocatie voor de vergadering 11-11. Maar als wij dan toch met elkaar zeggen, nou, dan motto er vooraf, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Maar dan zou je misschien toch nog iets meer mee moeten krijgen van wat nou bedoeld wordt met zijn motto en waar je daar dan mee kent. Dus misschien dat we dat dan toch ook nog veel breder uitnodiging moeten laten zijn aan alle mensen in onze krabberad. Wel leuk zijn, denk ik. En alle mensen daarbuiten die het fijn vinden om hier vast vanavond te zien. Ja. Net zeker, heel goed. Mooi in ieder geval. Derde stelling. Ja, de volgende stelling. Ik zat te twijfelen of ik hem ging introduceren of niet, maar ik ga het niet doen. Stekenthee zijn of de zoon van Stekenthee zijn? Ja. Nou, nee, wel een stelling te pakken. Ja. Ja, god, nou zeg je nogal wat, hoor. Of nou vraag je nogal wat, of je stelt nogal wat. Nou, ik zal daar zeker antwoord op geven, maar ik moet mijn eigen ook een beetje helpen om tot het antwoord te komen. Want ik weet het eigenlijk ook nog niet. Ja. Ik weet nog goed, natuurlijk, toen ik gevrogen weer, het weer meer meegedeeld eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. ik kan daar niet te veel over vertellen, want dat is heel geheim allemaal hoe dat er gaat en wie daarbij betrokken zijn. Maar in ieder geval in het eerste gesprek van gelijk van, nou ja, moet maar eens even gaan kijken voor een pak. Ik denk, nou ja, maar ja, dat is toch wel raar, want we hebben het er nog maar net over. En dit laatste wat ik denk aan een pak, moet ik eerst eens zeker weten hoe ik het wil. De antwoord dat had ik pas toen ik naar buiten liep met 11-11. En ik vergeet nooit natuurlijk dat ik mijn moeder dat ook moest vertellen. Natuurlijk. En dat vond ik nog best wel ingewikkeld. Dus ik heb dat samen met mijn oudste zus, met onze Cora, zo'n beetje gedaan. En ik kon toen niet helemaal afleiden of mijn moeder het nou zo leutig vond. Mijn moeder was natuurlijk de vrouw van Stekenthee in een heel andere tijd. Dus ik kan me voorstellen, als je dan 6 kinderen hebt, dat het niet altijd even makkelijk is geweest. 11-11, ik weer gekozen, of aangesteld, hè. En ik kreeg de helm van mijn vader. Dat had ik trouwens zelf geregeld, maar goed. En de scheden, niet de stabel, hè, want die krijg ik van de commissaris. Ja, ja. De korpschef, maar ik noem nog altijd commissaris op de hofavond. En heel die club, want dat is de kracht ook wel van de Stichting Vastenavond. Dan wil ik toch ook wel zeggen. Daar staat er gelijk een hele club achter. Ja, en die gaan staan en dan wordt Stekenthee gespeeld. En dan is het ja volle bak. Ja. En dan ben je gewoon Stekenthee. En ik liep naar buiten. Ik moest even wachten bij de stoelenmat. Voordat we echt gingen vertrekken. Want toen mocht ik pas naar buiten omdat dat een verrassing was. En het stond mijn moeder buiten. En mijn moeder was al hartstikke oud en allemaal niet meer zo heel goed. En dat heeft mij zo enorm veel gedaan. En mijn zus stond daar en er stonden allemaal mensen. En ik denk, zoals je tegenwoordig heel modern zegt, wat de... Wat de fuck, wat gebeurt hier? Ja. Wat heb ik nou? Ik dacht, wat heb ik nou in godsnaam gedaan? Ja. En toen wist ik wel dat ik Stekenthee was, ja. En bij de geit ook. Maar de zoon van Stekenthee of Stekenthee, ja. Godsamme. Ik moet antwoord geven. Nou, van mij. Ja, nou, kijk, nee. Ik denk Stekenthee. Ik zal dat toch nog kort toelichten. Want uw vader, wat hij ook echt gedaan of wat hij ook is, die rakte op een gegeven moment kwijt. Die draagde nog mee in herinneringen en in uw hart. En dat moet ook zo zijn. En af en toe dan kun je nog eens zo in het geheim een beetje bellen. Hè, in je fantasie. En toch nog eens wat vragen. En dan krijg je er nog antwoord ook. Mm-hmm. Als je goed luistert naar je eigen. Mm-hmm. Dus dat is misschien ook gewist. Dus je blijft altijd kind van iemand. Maar ik ben nou steekt en ik leef in het heden. En als ik kijk wat zo'n rol
En dan gaan we natuurlijk voor een prins nog veel meer. En veel, hey, maar als ik kijk wat dat doet met zo'n rol. Nou, je zo dicht bij mensen kan komen. En mensen daar soms zo mee kunnen helpen. Of een beetje leuk kan geven. Of een beetje verdriet kan delen. Of wat dan ook. Of gekke dingen. Ja, dan zeg ik toch steek het heen. Ja. Kijk. Nou, wat antwoord te pakken. Hè? Ja. Nou ja, precies. Moeten we misschien heel even duiden wel. Ik neem aan dat ze uit het verhaal wel begrepen hebben dat jouw vader dus ook steek is geweest. Rens van Tilburg. Ja. En die was het voor Jan... Janus Vroeven, Rens van Tilburg, Jan Slokkers, Wallis Sepp. En dan kom ik, de vijfde. We hebben wat we het meest hebben versleten bij de Stichting van Vastenaars zijn steekentees. Dat is ook hard werken natuurlijk. Dat is heel hard werken, voorop lopen. Ja. Nee, het is niet niks. Nee, daarom. De laatste stelling, Dennis. Die gaat gewoon over 11-11. Gewoon lekker simpel. 11-11 vier in vol ornaat. Of alleen met je zakdoek aan? Ja. Ja. Ik heb 11-11 eigenlijk altijd wel gevierd. Voordat ik bij de Stichting Vastenavond kwam. Nog steeds op mijn eigen manier, maar wel een clubverband. Nog, nu, dan. Maar daarvoor op mijn eigen manier niet een clubverband. En als je dan aan mij zou vragen van wat was nou de leukste 11-11? Toen steekt hij weer uiteraard. Maar, nee, maar in ieder geval daarvoor. Ik vergeet nooit dat het was 11-11 op de zaterdag volgens mij. En ik ging met Hans Bosman. En gingen wij wat drinken 's middags al. We hadden samen het een en het ander gedaan. We waren toen nog oprichter en de kaarttrekkers van Rotonde toe, van het jeugdtheater. En toen gingen wij smiddags, zijn we Krijnen begonnen. Ik had een oude jas van mijn vader aan, gewoon een skijak was dat. Dus geen carnavalsjas of zo, maar gewoon. Hey. En bij Krijnen kreeg ik een gedijntje. En ik lag geloof ik om 10:30 op bed. Dat was natuurlijk niet voor niks. Nee. En er was een van de 11-11'en die bij mij in de boek staat. En ik had niet meer als een jas en een gedijn. Dus voor mij zeg het niet zo heel veel of dat je helemaal uitgedost bent of niet. Dat je er bent is belangrijk. Want als je er bent kun je vieren. Als je er bent kun je delen met elkaar. En of je dan een jas en net of een gedijn of wat dan ook. Maakt niet zoveel uit. Ik trek graag mijn kiel aan. Maar ik trek ook graag iets aan. Waar ze buiten de stad soms beter begrijpen dan hier. Ja. Nou, heel goed. Dit waren de stellingen. Nou, val mee hoor. Ik had heel andere verwacht. De stellingen. Jij bent... hoe jong ben je eigenlijk? Kijk, had ik even op moeten zoeken. Nou, had ik kunnen vinden. Maar... Ja, ik was 2 jaar geleden 49. 2 jaar geleden 49, kijk. Kijk. Nou, dat is mooi. Bijzonder hoe je dat zegt, ja. Ja. En volgend jaar zeg ik dat er 3 jaar geleden. Ja, precies, ja. Nee hoor, ik ben 51. Nee, oké. Okay. Toch? Kijk, ja. Dan moet ik graag zelf twijfelen. Maar, jij bent 51 jaar geleden zo ongeveer misschien voor het eerst Vastenavond gaan vieren. Ja. En hoe zagen die jaren eruit? Ja. Wij zijn eigenlijk altijd wel gezegend geweest, vind ik zelf. Mm-hmm. Dat geldt niet voor al mijn broers en zussen, want die zijn allemaal een stuk oud. Ik ben echt een nakommetje. Ik was er altijd bij. Ik was de 6e en mijn moeder had ooit gezeten tegen mijn vader toe van, dit is de 6e en die is voor jou. Dus ik was eigenlijk altijd overal wel bij. Ik stond nooit graag vooraan. Maar ik was er altijd wel bij. En dan zocht ik altijd mijn eigen plekje wel op. En zo ook met de Vastenavond. Maar mijn vader en moeder gingen in die tijd, dat waren echt boezemvrienden van elkaar. Als Theo Nijssen en tante Marjano Matthäus, weet je dan. Frans Jacqueline Hettos en Pierre Joke Snapvangers. En de kinderen daarvan, die waren allemaal een beetje van dezelfde leeftijd. Er zat, zeg maar, tussen de 5 en 7 jaar oog uit tussen en soms een jaar. Dus dat ging heel goed. En een groot gezin is dat ook, dan letten op elkaar. Dus dat is voor ouders soms makkelijk. Dus wij waren altijd met elkaar in op stap. En we zijn wat dat betreft nooit niks tekort gekomen. Maar ja, ik heb de Vastenavond ook als kleinkind gevierd met een zak chips en een glas drinken. En daar was je in die tijd hartstikke dankbaar voor. Want je was erbij, je zag er allemaal aan wat er allemaal gebeurde. Het was prachtig om te zien. En in de tijd dat ik klein was, kwamen net die zondagmiddagen ook erin eigenlijk. Okay. Want dat was daarvoor niet echt vanzelfsprekend. Met name dat Puntenhofconcert en daar is, zijn die zondagen meer gaan leven. Dus ja, en verkleden. Maar ja, wij mochten nog als kooi worden in Indiaan. Ja, met een klapperspistool in het café. Dat is ondenkbaar.
Ja, bijna en, wel. En zolang is het nog niet geleden. Nee. De tijd gaat snel, hè? Ja. De tijd gaat snel. Als ik nu collega's wel spreek die niet uit Bergen op Zoom komen dan, in ieder geval. Dan zeg ik, de kinderen mogen nog als prinsesje en draak, ja, bijvoorbeeld. En de volwassenen, die gaan als, nou gewoon als dweil natuurlijk. Ja. Maar ja, eigenlijk, als je dat nu zo zegt, zie ik de kinderen ook steeds vaker in een stekentheepakje of een narrenpakje of iets in die richting. Ja, dat zie je nou heel veel terug, hè? Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En elke tijd is zo zijn. Kijk, ik weet nog dat toen ik een beetje zo in de puberteit kwam, ik heb al het idee gehad dat ik erover heb geslagen, maar dat is niet zo natuurlijk. Maar en dat hoop ik ook natuurlijk nou te doen met, ik wou zeggen, de flauwe power. Weet het ook weer, als je wat ouder bent en dan... midlife crisis. Oh, ja, dat is ook een beetje flauwe power, hè. Ja. Maar daar heb ik ook totaal geen last van. Maar je had in de jaren 70 had je de stofjassen. En je had, kijk maar terug in beelden als jij... Karna, die is helaas niet meer beschikbaar op YouTube. Dat is gemaakt door Arjan Ditvoort. Dat is een beetje een surrealistisch, absurdistisch docu over Vastenavond. Mm-hmm. De cameraman Jan de Bond. Ja, toen nog. En hij was ook regisseur bij VPRO onder andere. Dus was een grote naam. En dan zie je dan mooi in terug, dat tijdsbeeld. Hè? Je hebt en die prinsen, dat is het mooie van onze prinsen eigenlijk. En vooral dat zullen jullie een tijdgeest eigenlijk neerzetten. Mm-hmm. Of in ieder geval... hun tijd, zeg maar, zo markeren. Dus die prins die markeren ook een bepaalde tijd. Ja. Dus dan zie je, zeg maar, bij Koningsberg is het dan een prins, deel de tweede, er zitten een beetje de stofjassen en dan komen de stufmachines als bandje bestaan niet meer, die kwamen er toen in. En dan zie je in de jaren 80 zie je de kooltruien ineens opkomen, hè? Witte kooltruien. En allemaal in de stoelenmat, eerst van de gemeente naar de rand vanuit. En dan zie je eigenlijk de Vastenavond op een gegeven moment ook heel erg gaan verbergen. Daar hebben wij een bepaalde drang naar. En dan zien we terug in hoedjes en in aankleding en in muziek. En daar hebben we heel erg drang om. We zijn ook vaak de Bergse Vastenavond. Ik zeg bij ons wel eens het avond, ja, maar dat hoeft er helemaal niet, want er is er toch maar in. Dus waarom? Hey? Ja. Dat zou heel raak zijn als je zegt de Roosendaalse Vastenavond of zo. Ja, want dat is de Roosendaalse carnaval. Precies. Ja. Maar dus je ziet heel mooi terug, als je daarmee ook bedoelt, tijdsbeelden. Mm-hmm. Dat zien we natuurlijk heel sterk altijd terug. We hebben de afgelopen jaar en het jaar ervoor natuurlijk heel veel gebruik van kunnen maken. Doordat we een beetje half op slot zaten. Mm-hmm. Niet met een zwart, maar wel in ons kunnen. Dan zie je natuurlijk verschrikkelijk veel mooie beelden terug van de tijdsgeest van toen. Ja. Ah, jij zeg maar, je hebt beelden ook van de optocht uit 1927, 1929 geloof ik een beetje. En dat is natuurlijk allemaal versneld, dus dat is al een raar beeld. Maar het is net dat de mensen allemaal... Maar die mensen hebben allemaal zwarte kleren aan. Hey? Ja. Maar dat is het tijdsbeeld van toen ook weer gek genoeg. Dat kunnen we ons niet meer voorstellen. En die mensen staan voor de camera te zwaaien. Ja, niet omdat ze het zo leuk vinden, maar omdat ze zo'n camera nog nooit gezien hebben. Nee, precies. En nou ga je er vooruit de weg. Ja, precies. Hey? Of je zet het gewoon op TikTok, natuurlijk. Ja, oh, ja. Je doet het gewoon zelf. Ik ben vandaag op TikTok gegaan. Oh. Ik denk, het zal toch wel moeten. Wat is je volgnaam? Hoe kunnen we je vinden? Is dat gewoon Dennis van Tilburg? Of moeten we iets bijzonders doen? Ik heb 11. Ik heb twee dingen. Mijn gebruiksnaam is David Tilburg, geloof ik. En het staat nog iets boven, dat is Dennis van Tilburg. Dat ben ik zelf natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oh, ja. Nee, ik denk, ga het toch maar doen. Ik kwam gelijk allemaal bekenden tegen. Oh, kijk. Ik denk, ga je ook. Ik ben al gelukkig. Wij niet, hè, als Montessoren zijnde. Nee. Hou zo. Ja, precies. Nee. Maar even terug naar jouw puberteit dan in ieder geval. Mm-hmm. Ival, daar hebben we het al vaker in deze podcast over gehad. Ja. Dat toen wij in de puberteit zaten, vonden we Vastenavond niet leuk. In ieder geval, heel veel leeftijdsgenootjes hadden dat. In ieder geval, dat gevoel heb ik heel erg. Ja. Was dat, ik weet niet wanneer we spreken, welk jaartal ongeveer toen je 14, 15, 16 was? Half jaren 80. Half jaren 80. Was het toen ook inderdaad dat je het al stom vond omdat je net wel met je ouders mee moest en eigenlijk niet wilde, een beetje op die manier? Of hoe moet ik dat zien? Ik vond het verschrikkelijk als mijn vader een liedje ging zingen bijvoorbeeld, waar iedereen bij was. Maar dus, ja, die was op dat moment steektee waarschijnlijk. Juist. Dus ik heb, zoals Sinterklaas was voor de kinders en voor mij ook. Wat trouwens vaak ook mijn vader weer was. Maar zo was steekte dat ook voor mij. Zoals voor mij was toen mijn vader steekte, was de naar steekte en de prins. Dus dat was voor mij al, dat was niet per se mijn vader, zeg maar. Ja. Maar toen ik puber was, toen was dat wel mijn vader. Ik heb wel denk ik een latere puberteit gehad, maar... ik weet wel, toen mijn vader ook afscheid nam in de jaren en zo. En er was allemaal veel aandacht voor en zo. Maar daar vond ik helemaal niks. Ik moest meer op het podium gaan staan en zo. Nou, ik had er echt totaal geen zin in. Nee, dat konden mijn hormonen niet aan. Want
althans de ontwikkeling daarvan, was toch iets te heavy. Dus nee, ik heb wel... ja, we zijn wel altijd met vrienden ook omgegaan die tijd. Dus wij zijn ook altijd wel weggegaan. Maar ik heb vast vanavond nooit stom gevonden. Ik was er altijd zo mee bezig. Ook op mijn kamer. Ik versierde altijd mijn kamer. Ik liep altijd wel een seizoen voor, moet ik zeggen. Dat is er wel uit, hoor. dus als het kerst was, dan eerder dat kerst was, dan was de kerstboom al bekant weg. En ik deed heel mijn kamer versieren met maskers en slingertjes. En natuurlijk met de blokken bouwen. Ik de markt met de peperbus en met karkens achter elkaar zetten. En dat was de optocht. En, ja, en wij gingen met mijn neef, met mijn neven eigenlijk, met Hans en Erik Heler. En gingen wij heel vaak samen vastenavond vieren. Vooral die leeftijd eigenlijk. Want mijn vader en toen Leo Hermans en daarna... Erik natuurlijk zelf. Die werden altijd gespinkt door Ome Free. Dus we waren er altijd al bij. En dan kregen we altijd een baardje of zo. We werden ook altijd een beetje, klein beetje gesminkt. En dan mochten we mee de stad in. En dan gingen wij daarna met Ome Free en Tante Mario weer terug naar huis. En dan ging het feest in de stad deur. Dus eigenlijk nog wel net een beetje voor de puberteit. Maar net een beetje, ja, wanneer begin je als puber, hè? De ene is vroeg, de andere is laat. Ja, precies. Ja, ja. En vooral bij mannen is dat wel eens een beetje lastig. Bij vrouwen gaat het soms sneller. Of bij meisjes. Maar, dus wij waren er eigenlijk altijd wel bij. We hebben het altijd gevierd. En nooit stom gevonden. Nooit niet. Ik had wel echt moeite op een gegeven moment even... als mijn vader aan het voordragen was. Dat ik dacht, oh mijn god, joh. Jezus, moet dat nou echt... Ja, maar als je daar nu naar kijkt dan? Er is ook veel beeldmateriaal en dergelijke. Of nee, dat is prachtig natuurlijk. Ja, precies. Ja, maar als ik ook kijk naar nummers van Nol Leijs bijvoorbeeld. Dat kan mij enorm ontroeren. Ja. Mm-hmm. Ja, prachtig. En we hebben de uitzending gehad met Koert Danveld. Prins Manus in. Dat was op de zaterdag van de vastenavond het eerste jaar. Toen was die boerenmaaltijdbox. Ja, ja. Oh, ja. Dat is alweer 2 jaar geleden dadelijk. In COVID-tijd, ja. En Koert nam ons mee, zeg maar, in het verhaal van voordrachten en de boerenmaaltijd. Er zaten allemaal mooie... Ja, daar heb ik dik van genoten. Prachtig als je dat dan terugziet. Ook daar weer tijdsgeest, hè? Er zijn veel mooie dingen gezongen en leuke dingen gedaan. En ik kom elke dag nog achter dingen waarvan ik dacht dat ze wisten. Wat denk ik, oh nee, dat wist ik toch niet. Of niet, maar goed. Of maar een helft. Ja. Denk je dan niet, oh, dat heb ik laatst nog verteld aan iemand en dan heb ik het helemaal fout gehad? Ja, zeker. Ja. Zeker wel. Lastig, ja. Ja. Nou ja, dan denk ik dat we jou nog wat antwoorden laten geven. Maar dan om vragen van anderen. Ja, precies. Vastenavond op de socials. Ja, op de socials. Precies, vastenavond op de socials. We hebben, ligt eraan wanneer het... Zag je trouwens hoe snel dat hij het geliked had vanochtend? Ja, heel snel. Ik had het nog maar net op de socials gezet, inderdaad. Want op onze stories van onze Instagram en ook onze Facebook-kanaal, motten/oren, dan kan je in de stories kijken en dan zie je dat wij daar een vraag... in hebben gezet. En al die vragen zijn voor jou bedoeld, Dennis. Maar dan als in de vorm van stekenthee eigenlijk. Ja. Dat moet ik wel natuurlijk goed erbij zeggen. Vaak wel inderdaad. Ja, precies. Daarom pakken we onze mobieltjes er natuurlijk ook bij. Want we willen alle vragen proberen in ieder geval aan jou te stellen. Van de luisteraars van Mottezoren. Leuk. En Koen, ik zou zeggen misschien dat jij de eerste wel kan doen. Bij wie zou ik beginnen? Zal ik gewoon bij Tom beginnen? Ja, doe dat. Nou, we hebben een vraag van Tom. En die vraagt dus eigenlijk aan jou hoe vaak dat jij per jaar jouw medailles poetst. Ja, nou ja, ik ben wel slordig in onderhoud. Dat is eigenlijk heel eerlijk. Maar die medailles, die gaan er elk jaar af. En dat is echt, echt? Ja, dat is echt waar. En dat is plat gezegd echt klottenwerk, want Erlijn, mijn vrouw, ik zet ze er zelf op, maar dan is het allemaal druk. En wij zijn niet zo ouderwets, maar op dat punt wel, dan doe Erlijn ze vast naaien. Ja, dat is heel traditioneel. Dus die doet dan netjes zo met blauw.
En ik doe dat met name ook, dat hebben Wally denk ik ook wel gedaan. Ik zat ze vragen morgenavond aan, of hij dat ook gedaan heeft. Maar of Carola dat dan ook gedaan heeft. Oh, ja, oh ja, ja, ja. Maar toen mijn vader leste jaar en die ging de stoelenmat in. En daar waren alle medailles van, was pak of trokken. Die kwam podium op, dat geloof er eentje op zitten. Dat is ook niet erg natuurlijk, maar dan moet je niet elke vaste avond hebben. Maar dus daarom zet ik ze ook vast en ik ben er eentje kwijtgeraakt en denk, oh, dat is toch wel zonde. Dus die medailles die zitten op de pak en het is natuurlijk allemaal voor de leut. Maar er zijn er een aantal, die hebben ook echt een betekenis. Zo heb ik van een nicht van mij, die overleden is, heb ik de avond vandaag. Heb ik hem gevraagd, zei Mark, die liep op de avondvierdaagse wist. Ik zeg, ik zou heel graag een medaille willen hebben van een van de avondvierdaagse. En die zit op mijn pak. En ik heb een medaille op zitten, die heb ik opgedaan omdat het met iemand niet zo goed ging. Ik zeg, ik heb die medaille, die is voor jou, zit op mijn pak. En ze is daar, aan elke medaille zit een klein beetje verhaal. Een medaille van onze kas ook, enfin, en zo zit dat. Maar echt poetsen, nee, dat niet. Maar wel elk jaar eraf, want dan moet dat pak naar de stormerij. En dan gaan ze weer terug opgespeld van het jaar wat er al vroeg, want we hadden al wat te doen. Daar hebben mensen misschien wel een klein beetje meegekregen. Ik ga natuurlijk niks over daar. Maar, en dan gaan ze erop en dan gaat met blauw stiksel, zeg maar. Met blauwe garen wordt dat dan weer vastgezet. En daarmee zijn ze wat mij betreft ook gepoetst. Ja, kijk. Door over de medailles, want Annemarie Withagen, geen familie van mij overigens. In ieder geval niet dat ik weet. Hoeveel medailles heb je als TKT? Ja. Bepaal je dat zelf elk jaar weer opnieuw? Nou, ik weet nog goed toen ik op de Hofavond voor het eerst mijn steektepak aan had. Ik had daar een paar dingen aan veranderd. Het pak is gewoon pakken en dat moet je ook zo laten. De protocolaire betekenis ook. Maar ik vond het wel mooi om de krab weer terug in het pak te hebben. Dus ik had hier op mijn mouw had ik 5 gouden krabben zitten gestikt. En elke steekt een krab. En ik had mij natuurlijk ook al bijgezet. Daar ben je steekt voor. Ja. Ja, tuurlijk. En ik had hier allemaal medailles ook al zitten. Ik denk, ja. Ik had er eigenlijk niet zo. Ik denk, ja, dat hoort zo. En ik had wel, en ik had er al gekregen ook. En dus dat. En toen zei Rob Stuart van, maatje, hoe kom ik aan al die medailles? Dus die zei daar wel wat van. En als Rob iets zegt, kan dat ook grappig zijn. Maar dat doet hij soms ook wel een klein beetje serieus. Dus ik denk, ja, je hebt eigenlijk wel een punt. Want dan zei ik wel raar, ik kom op de avond vol bekleden. Dan eigenlijk moet ik toch een beetje bescheiden zijn. Want maar 1 of 2 medailles komen. Maar ik had er al gelijk een stuk of 20 op zitten. dus ja, dus ik denk dat het er, Annemarie. Ik denk, ja, al elkaar tegenkomen met een vastnaad. Moet hem maar even komen tellen. Ja, precies. Ja, ja, precies. Nou, dat is wel leuk. Zeker. Ja, toch? De volgende nog, Koen. Ja, ik heb een vraag van Laurens. En als ik op zijn profielfoto kijk, zie ik een trombone. Dus ik heb nog geprobeerd te zoeken om erachter te komen welke. Maar hij vraagt wat jij nou vindt van de jonge dweilbeentjes in het krabbengat. Ja. Ja. Ja, die hebben mijn hart. Dat kan ik in één keer sowieso wel zeggen. En ook als je geen muziek maakt. Ik vergeet nooit dat wij een hofavond hadden in Den Engel. En we hadden meer hofavonden wel in de buurt allemaal in die tijd. Dat is me ook niet zo verschrikkelijk lang geleden. En daar moest ik wel eens even overlopen naar een andere plek waar mijn vrouw was. En dan liep ik over straat. En dan zag je die stad zo enorm leven. Maar niet alleen leven, gedragen worden en daarmee ook ons feest door de jongeren. En door veel jonge bandjes die gewoon lekker weg zijn met elkaar en muziek maken. En als ik kijk wat we erbij hebben gekregen aan jonge bandjes, dat zijn er best wel wat de laatste tijd. En als je kijkt wat ze muzikaal brengen, dan vind ik dat ook buitengewoon positief. Ik zeg daarbij ook dat muziek maken ook een vorm is van vastenavond vieren. En de een doet dat omdat je het leuk vindt. Omdat hij heel goed muziek kan maken. En dat hij dan aan iedereen kan laten horen, kan laten zien. Een ander doet dat omdat hij de vastenavond muziek leuk vindt om te spelen. Een ander die zegt van ja, eigenlijk vind ik muziek en ik kan op spijkschrift. Dus ik kan makkelijk meedoen. Een ander die zegt van ik vind het leuk om op die manier van café naar café te gaan. Dus vastenavond muziek is voor mij een hele brede manier. Waar heel veel gradaties tussen zitten, hoe dat je vastenavond kan vieren. Maar als het gaat om de jongeren, hoe die vastenavond muziek maken, maar ook de vastenavond oppakken. Ja, dat is dat raakt mij echt enorm. Ook bij bouwers. Als je kijkt, ik vind dat leuk krabben en krabbenkweek is een goed voorbeeld. Maar er zijn zeker ook anderen. Hoe die zich ook op social media neerzetten, laten zien wat ze doen. Laten zien dat ze er leuten hebben. Ja.
En dat het meer is als een wagenbouw. Het is elkaar zien, met elkaar iets ondernemen. De weg ernaartoe is misschien wat mooier, zeg maar, als de aankomst. Nee, want de aankomst, dat is ook het moment dat weer klaar is. Dus ik ben daar heel, heel positief over en heel, heel trots op. Ja, durf ik te zeggen. Zeker waar. Mag jij als TKT zijnde ook gewoon inderdaad op een beentje afstappen of je bouwers en dan zeggen van, hé, mannen, wil je wat drinken? Wil je wat drinken? Ja, ja, ja. Dat mag. Ja. Nee, maar inderdaad, ik snap best dat je soms in je rol moet blijven als TKT. Ja. Maar mag je dan soms wel gewoon inderdaad op een paar mensen afstappen van, hey, leuk gespeeld of... Of ja, zeker, zeker. Kijk, ik ben gevraagd om TKT te zijn nu, periode. Deze jaar, ja, deze periode, juist, ja. Dat was me op zoek. Dus, dus je vraagt ook wel iemand als persoon. Ik ben geen toneelspeuler. Nee. Dus zoals ik op mensen afstap om te complimenteren, zijn ook wel eens momenten dat ik dacht van, oh, dat had ik niemand te zeggen. Of was het dan nog zo goed bedoeld, maar ja. Niet altijd pak alles, goed uit natuurlijk. Maar gelukkig wel, meestal hoor. Maar ik wil maar zeggen, ja, achter elke rol, onder elke pet zit een gewone mens. Zeker vragen wij... aan mensen of dat we iets mooi vinden en soms dat we denken, oh, misschien moet het zo doen of zo, maar ja, dat is een heel jaar deur. Ja. De laatste in ieder geval, we kunnen ze niet allemaal behandelen, maar wel van ons vast luisteraar. In ieder geval, ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Nander Witjes, die zit trouwens ook in het welbentje natuurlijk. Ja, ja, ja. Die vraagt of je tijdens de vastenavond ook wel eens ooit het chagrijn hebt opgespeurd. Chagrijn. Bij mijn eigen niet gauw. Maar wij natuurlijk een chagrijn en dat zit in de grep gelukkig. Dat hebben we in 2011 hebben we dat de chagrijn te pakken gekregen, zeg maar. Daar hebben we alle steengoede dweilen voor toen uitgenodigd om naar de beeldentuin te komen. En daar hebben wij de chagrijn opgetild, getemd onder het prinsenschap van prins Nillens III. En hebben wij dat tegenover het Zwijnshoofd. Hebben wij dat in het mamgat gestopt van de grebben en daar zit het nog altijd. En daar liggen deksel waar je op kunt stampen, zeg maar, om het chagrijn daar onder de grond te houden. Ja, het chagrijn. Ja, kijk, het is... je komt veel emoties tegen, achter zo. Vooral die vier dagen, die weken ervoor ook. Dus ook mensen die misschien wel chagrijnig lijken, maar dat helemaal niet zijn. Nee. Dat is soms heel vervelend. Dat zijn vaak mensen die achter gezichten gaat verschrikkelijk veel schuil. En ook mensen die chagrijnig zijn. Dus ik zou willen zeggen, achter elk chagrijn gaat ook wel een beetje leuts schuil. Mm-hmm. Dus als je chagrijnige mens ziet, moet je maar toch eens op zoek gaan naar de leut. Want die zit er absoluut achter. Zoals ook elk masker een mooi en lekker gezicht zit. Vastenavond op de socials. Dat waren de socials. Wil je ook ons volgen? Dan kan dat via mottes_oren op Instagram. En op Facebook ook gewoon even mottes_oren intypen. En ja, natuurlijk op YouTube, maar dat hebben we aan het begin ook al verteld. Yes. Dat is. Dennis, we hadden natuurlijk net over je jongere jaren, zeg maar, ja, eventjes. Op een gegeven moment mag je alcohol drinken, word je volwassen. Verandert het feestje, verandert eigenlijk het sprookje dan voor je ook? Ja. Op welke manier? Daar moet je in de gaten houden. Laat ik zo zeggen dat toen ik bij de Stichting Vastenavond kwam, dat was voor mij al best wel even, dat geldt voor de meeste wel. Mensen zeggen niet gelijk, en vooral tegenwoordig niet gelijk, van, oh, dat doe ik. Niet per se omdat ze dat niet leuk zouden vinden, maar het leven is wat complexer en wat meer ingericht met allerlei zaken, zeg maar, als vroeger. Waardoor je heel goed moet kijken van of dat past in je relatie, in je gezin eventueel. En in de tijd die je hebt. Of je baan, hè? Bedoel, dat kan ook meetellen. En zo heb ik daar ook goed over nagedacht. En toen ook nog, weet ik ook nog wel, met mijn oudste zus gebeld. En met Erik, met mijn neef. En die wist dat natuurlijk. En die zei, er waren twee dingen. Toen die zei, Dennis, de trein komt er één keer langs. Dus denk er goed over na. Mijn zus zei toen, geloof, of ik zelf weet niet meer van. Ja, maar je doet al zoveel ook voor de vastenavond. maar is dat niet makkelijker dan om dat met 80 man te doen? Ik denk, oeh, dat is waar.
Dus en dat trok me over de streep om lid te worden. Ja. 80 man. Maar wanneer werd je lid dan? 2004 ergens geloof ik. 2004. Ja. En dan verandert sowieso een beetje. Het blijft altijd een sprookje. En ik vergeet nooit toen Jeroen Verwijk prins weer, eerste jaar, 2007. En we waren in de stoelenmat waar wij geëindigd. En wij deden nog zo'n beetje slierten, zo onder de arm, zo op de muziek nog. En ik links van Jeroen. Ik zei, hey, oogheid. Ik zeg, godverdomme, ik zeg, ik ben het echt. Dus, en dat voel je ook zo. Ik denk, dat is de echte prins. Hè? Dus dat sprookje, dat is er altijd. Maar je moet het ook wel een beetje in stand houden. Zoals je aan een relatie altijd moet werken, wij spreken. Maar je sprookje ook altijd een beetje helpen om in stand te houden. Want je moet niet deur slaan. En daar ga je ook voor een stichter vastnaad. We moeten het wel geregeld hebben. Maar je moet niet deur slaan in dat je alleen maar daarmee bezig bent. Dan vergeet je de leut. Hans Bosman zei altijd van Dennis. Al bij alles wat je doet, jij geniet niet. Vergeet niet te genieten. Zet hij vroeger heen. Dus... En daar heb ik wel geleerd dat je dat wel moet doen. Ja, ook al is dat wel eens moeilijk. Ik ben ook wel iemand. Jullie zijn ook van die mannen van deur gaan. Tot dat je denkt dat het zo moet zijn. Dan is het pas in orde en dat is pas goed. Het is nooit goed genoeg bij wijze van spreken. Ik heb ook wel geleerd de laatste jaren om dat los te laten. En dan krijg je niet even terug. Maar ja, dan moet je helemaal die grens moet je maar een keer bereiken dan. Je moet wel eerst de grens bereiken dus. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Jij zei dat je dus inderdaad voordat je lid werd van de stichting. Ja. Eigenlijk ook al van alles voor de vastenavond deed. Wat deed je eigenlijk zoal? Hoe vierde je het wat dat betreft? Dan laat ik zo, meer zo die vraag stellen. Ja, ik richt dan het clubjes op. Ik denk omdat ik zelf nergens voor gevroegen weer. Maar, je had al heel vroeg bij de stichting zelf willen zeggen. Nee, wij speelden als kinders natuurlijk wel altijd. Als wij naar huis fietsten op zaterdag, dan hadden wij de rollen verdeeld. Dan was Hans, ik weet niet meer wie was hoor. Ik was uiteraard Stekentee. Erik was geloof ik vaak de prins. En Hans de Naar, de grootste boer. En zo reden wij in een ruis op ons fiets. Weet je wel. Maar ja, wij speelden ook dieetteam naar in de wijk en dat soort van dingen. Ja, dus ja, precies. Dat is een beetje, eigenlijk zijn we toch nog goed terechtgekomen gelukkig. Wat was de vraag eigenlijk? Nou, je richt allerlei clubjes op en zo allemaal. Ja, laten we eigenlijk niet kennen. Er was een teerclub. Maar voordat het bal was, hadden we al ruzie. Dus ik ben er zelf nooit bij geweest op dat bal. De rest wel. Ja, door dat te maken met wat politiek ook. En daar was dan van genomen. Een bouwclub. Dat was de eerste wat we deden. De bouwclub de Bergse Nieuwkers. Samen met Erik opgericht ook. Erik Elie, goed. Ja. En we hebben geloof ik 3 keer of 4 keer aan de optocht meegedaan. En toen gingen we ook weer allemaal andere dingen doen. Met name Erika. Erik is een paar jaar ouder als mij. En toen hebben we altijd weer een vereniging lekker warm onder Nerm. Dat was de Bergse Bond voor Dweilen. En de spektakels natuurlijk. Dus we hebben toen met die olifant zijn we de stoelenmat weer terug ingegaan met Suzy. Je had natuurlijk de olifant Nederland ten eerste, waarmee hij de kies nog bestormde. Om dat weer terug te geven aan het volk eigenlijk. Hè, zo'n beetje. Dat was een beetje de boodschap. Was toen nog kazerne. Mm-hmm. En we hebben toen die olifant weer terug laten komen tijdens het vorstelijk spektakel. Dat was natuurlijk niet dezelfde olifant. Maar dat was van Suzy van de Rolo reclame. Oh, ja. Hey, met slurf. Ja, dat is al lang geleden ook. Maar dat is er wel eentje die vaak herhaalt weer. Wij hadden een mooie, en wat ik altijd een uitdaging vond, of leuk gevonden, was mensen bij elkaar zetten die niet zo best snel bij elkaar zouden verwachten. Daar heb ik altijd een beetje in me gehad. En dat vind ik nog altijd mooi. En dat pakt eigenlijk altijd goed en leuk uit. Dus dat was een mooi clubje bij elkaar. En toen gingen we met die olifant ook echt stoelmat in. En Jacques van den Elshout, die was een soort van Lodewijk. Die was de vorst, zeg maar, van het spektakel. En ik vergeet nooit, die stoelenmat kwam aan de kant van de Fabriekstraat. De stoelenmat, of zo in, langs die sluis. En die bukt dat automatisch. Die gaat op zijn knieën en die komt zo naar binnen. En je zag de halve zaal, zag je zo, daar gaat erop en in lopen. Niet rennen, maar wel zo van, wow, wat gebeurt er nou? Je kunt beter een olifant binnen hebben dan zijn pet, hoor. Ja, die is rustiger, denk ik. En hij deed precies wat hij moest doen. Hij kwam binnen en die slurf gaat omhoog en die kop. Ja, dat was machtig mooi natuurlijk. En het jaar erop hadden we ook spektakel om in te lijsten. Het hadden we een hele grote lijst.
En dan hadden we nog werken met spots. En dan hadden we een hele grote foto gemaakt met iedereen erop. Een feest om in te lijsten, zoiets was dat. Mm-hmm. En toen hebben we het vorstelijkspektakel nog gehad. Oranje ondersteboven. En toen, over welke periode spreken we nu? Ja, jaren 90, begin 2000. 2000 ja. Ja. En toen hebben we de Bergse Bond verdwijnen. Dat is wel aardig om te vertellen misschien toch. En toen was net de stad opnieuw geplaveid met zoals we hem nou kennen. Met alle kinderkopjes weer erin. Ja. En dat is nog niet helemaal af trouwens. Hè. Er moet nog stukken gedaan worden. Door Wakea. En wij gingen daar met twee reuzen gingen wij daar inwijden. En toen zijn we met die reuzen door de stad gegaan. En onderweg toonden wij allemaal, dat was buitengewoon vernieuwend, met beamers, die stonden daar bij iemand binnen en die schijnen dan op een muur aan de overkant. Deden we foto's laten draaien of filmpjes laten draaien. Dus dat was heel vernieuwend en buitengewoon spannend en leuk. En op de markt hadden we nog een afsluiting. En die twee reuzen, die geraamtes, zeg maar, die constructies hadden we over. En toen zei Hans Bosman, die zei tegen mij, ja, moeten we daar niet nog wel mee? Kunnen we daar niet mee? Ik denk, ja, alstublieft, zeg. Ik denk, daar zat niet zo op te wachten. Ik denk, dan krijgen we daar weer een reuzenclub en dan kunnen we weer... dat zou dan niet mooi zijn. Dan de Noordgeest en de Zuidgeest. Dan erbeestjes, asperges. En daar zijn de Braamse walreuzen door ontstaan. En daar is Proefmei door ontstaan. Ja, precies. Ja, ja. Al het goede komt uit de vastenavond. Uiteindelijk, hè? Ja. Ja. Nee, heel goed. We hadden het net over je medailles, Dennis. Weet je alles van onderscheidingen vanuit de stichting? Ja, ja, denk het wel. Ja, weet je het heel zeker? Want we hebben iemand bereid gevonden om voor ons op onderzoek uit te gaan. Ah. We hebben het over Tim van vastenavond.nl. Die heeft voor ons het een en ander uitgezocht. Ja, ja, ja. En die gaat je meer vertellen over onderscheidingen. Leutige lemma's. Lemma, dat is eigenlijk een compleet artikel over een bepaald onderwerp in bijvoorbeeld een encyclopedie. En wij pakken natuurlijk lemma's over de Bergse vastenavond. Leutige lemma's. Deel 1. Olgen onderscheidingen. Want als je jezelf op een meer dan bijzondere manier inzet voor de vastenavond, dan kan het zomaar zijn dat je een prachtige onderscheiding verdient. En de minst bekende is dan wel het art voor vastenavond. Op dit moment zijn er eigenlijk 3 verschillende vergeven. Een gipsen, een metalen en tegenwoordig heb je een bronzen variant. Nou, de meest bekende manier om zo'n prachtige onderscheiding in ontvangst te mogen nemen is bij 11 jaar ICB-schap. Als je 11 jaar lang langs deuren gaat, in weer en wind, dan heb je meer dan verdiend. Maar ook bijvoorbeeld ook boerinnetjes of optochtdeelnemers komen in aanmerking voor deze prachtige onderscheiding. Nou, dat kan je wel raden, daar zijn er best een hoop van vergeven. Dat is dan bijvoorbeeld weer heel anders dan bij de alleroogste onderscheiding die we kennen bij de naoorlogse vastenavond. En dat is de ridder in de orde van de Leutige Ploeg. Daar zijn er tot nu toe maar 5 van vergeven. Gaan ze alle 5 even langs. In 1969 aan chef de Grauw. En soms wordt dat verward met het jaartal 1974, maar toen stopte hij als godsteboer. Hij kreeg hem uiteindelijk bij de intocht toen hij 22 jaar godsteboer werd. De paranimfen, die zijn er dan ook bij, het begeleider zeg maar simpel gezegd, die waren toen Pierre de Nijs en Wim Besseling. In 1977, met de sluiting, ontving Pierre Nijssen hem zelf na 22 jaar penningmeester. Eigenlijk meer dan 22 jaar, want officieel kreeg hij hem na 29 jaar. Paranimfe, Kees Becht en chef de Grauw. De derde van deze prachtige oogonderscheiding werd vergeven in 1978 met de sluiting aan Wim Besseling, 33 jaar sik van de Stichting Vastenavond. De paranimfe, Pierre Nijssen en Kees Becht. In 1987 met de sluiting kreeg Cor Meerbach bij het einde van zijn voorzitterschap van de Stichting Vastenavond deze oogonderscheiding. En de laatste, en die kan je misschien nog wel herinneren, dat is weer van even terug, maar wel iets minder ver in de tijd. Op 4 maart 2014, met de sluiting, werd hij vergeven aan Koert Damveld, bij het einde van zijn voorzitterschap. Paranimfen waren Jan Koopman en Cor Meerbach. Een andere hoge onderscheiding is de Orde van de Gouden Krab met diamanten. Nou, alle oud-prinsen op dit moment die bezitten zo'n prachtige hoge onderscheiding. En de laatste keer dat we daar getuige van waren, was op 3 maart 2019. Toen werd voor de pui van het stadhuis prins Nils III geridderd in de orde van de Gouden Krab met diamanten. Want toen wierp Nils III de langst regerende leutvorst van het Krabbegat. Zijn 2 paranimfen waren toen zijn naamgenoot prins Nils II, Cor Meerbach, en Manus I, Koert Damveld. Dan heb je nog, en dat is een hele bijzondere, de orde van de Gouden Krab.
Want de Orde van de Gouden Krab kan namelijk ook worden uitgereikt aan personen van buiten de Stichting Vastenavond. Dan hebben we bijvoorbeeld Cornel Slootmans, Jacques Touw of Jan Bus deze onderscheiding ontvangen. Maar zelfs, prachtig, prins Amadeiro uit Oeteldonk heeft een keer zo'n Gouden Krab in ontvangst mogen nemen. En dat was in 1949. En als je denkt, is dat nou echt zo? Ja, dat kan je nog bekijken. Want in het Oeteldonks gemeentemuseum, in Oeteldonk uiteraard, daar ligt hij. Volgens mij één oog in een gouden vitrinekast. Dus dan moet je maar eens gaan kijken, daar ligt hij. Op dit moment hebben zo'n 80 personen deze prachtige onderscheiding gehad. Dan heb je ook nog de Orde van de Eeuwige Jeugd. Kees Becht, Jan Vergiels, Cor Meerbach zijn daar bijvoorbeeld in opgenomen. En ook een andere hele bekende is de Steengoeie Dweil. Maandagavond, ludiek dweilen langs bijvoorbeeld de Dubbelstraat. En dan heb je altijd de geheime commissie die dan hier en daar zo'n bonnetje verstopt. En dan kan je op de plechtige sluiting een steengoeie dweil ontvangst nemen door de Nolgheid. En die onderscheiding kwam voort uit een actie in 1967. Maar toen werd het dweilen wat gestimuleerd. En sindsdien kan je dus een steengoeie dweil ontvangst nemen als je ludiek dweilt op de maandagavond. Nou, ze hebben er een paar van die prachtige ogenonderscheidingen benoemd. Er zijn er nog wel meer, maar tot zover deze eerste leutengelemma over ogenonderscheidingen. Ja, dat zijn nogal wat onderscheidingen die er te krijgen zijn. Nou had hij het over de steengoeie dweil. Dat is natuurlijk op de maandagavond worden die altijd uitgedeeld. Dat is niet helemaal het goede woord, want je krijgt een uitnodiging voor de sluiting, denk je zoiets, hè? Ja, de. Ja. Maar dat lijkt mij ook voor jou een leuke avond, omdat er natuurlijk jullie hoeven en jullie hebben niet echt een rol als zijnde pakkendragers. Lijkt me een perfecte avond om inderdaad gewoon lekker onbekend weg te gaan. Ja, dat is waar. Doe je dat ook? Of is dat juist een dag dat je denkt, ik blijf gewoon thuis? Ja. Maar... Nee. Als de kindervastenavond klaar is, dan... dan valt er voor mij altijd wel een iets van mijn schouders af. Geen last, maar wel een bepaalde drukte wel. Het feest is nog lang niet voorbij. Maar alles wat dan nog komen gaat, is op zich goed te doen. Vooral de maandag wij zijn om 8 uur al weg, 's morgens. Hè. Een dag met ontzettend veel indrukken. Want jullie gaan eerst dan nog... We gaan te huizen af. Ja. En nog naar een aantal organisaties. En dat vreet wel energie. En dat mag ook. Dat is helemaal prima. En daarna moet je natuurlijk nog een heel spel uit je kop op de markt doen. Wat buitengewoon mooi is. Afgelopen jaar was dat een heel raar jaar. Niet alleen de corona, maar ik zal nooit vergeten... ik geloof dat Jan nog net van de Kastelen toen nog heb opgeschreven. Wij doen de ramen open zoals dat het gebruikelijk is met de kindervastenavond. Een van de mooiste, vond als kind ook al prachtig. Ja, zeker. Ja. Het mooiste moment. Ja. De maandag was vroeger altijd. Wij woonden in de Sterrenbuurt. En dan gingen ook altijd in die tijd met persen en met de spuitelf naar het ziekenhuis. En dan kwamen ze altijd, heet het nog Garage Govers van de VW. Was dat nog? Dat is nou de Watching 7 of zo. En dan hoorden, daar zaten wij thuis aan de zuurkool. En op televisie stonden optochten in Mainz en Bonn en zo allemaal op. Oh ja. En dan hoorden wij als kinders, spuitellen, we daar klingelen. En Paul van der Wouw kent er goed nadoen, nee. en de persen. En dan renden wij naar de hoek van de kruising daar. En daar kwamen ze daaraan en er zat de naar erop en steekthee. En was dat zwaaien en dan weer verder. Prachtig, hè? Dus dat is altijd een buitengewoon mooie dag. Net zoals dat de ramen open gaan. En als ze dan een beetje losgaan, dan zie je dan een beetje schitteren. En dan uiteindelijk gaan die ramen open. En dan hangt de prins uit het raam en zo in steekt hij. En daarna in Rosboer. Maar dit jaar, toen wij dat deden, kwamen er precies op dat moment kwamen twee straaljaren zo. Ja. Alsof ze echt over de markt kwamen. En we wisten natuurlijk wel waar het door kwam, zeg maar. Dus dan word je wel... En het vastnaadliedje waarin gezet, ja, het is dus... Ja, dat is een hele rare herinnering aan vorig jaar. Ik denk, ja. Daar heb ik veel mensen over gehoord. Hoeveel wereld wij waren? Wij hebben de kindervastenavond gemist. Want wij hebben de 7x11 uitgezonden toen. Op vastenavond. Ja, zeker. Maar inderdaad, heel veel mensen die erbij waren, die schokken ook echt.
Ja. Dus schok je, ja, niet dat je uit het verhaal raam viel natuurlijk. Nee, schok niet, maar ik zag het. Ja. Het gek genoeg maakte het onze eigen vaste naam nog waardevoller dan dat hij was. Ja, op die manier. Ja. Dat de werelden zo dicht bij elkaar kunnen komen, die zo verschillend zijn. Mm-hmm. Dat is onbegrijpelijk. Ja. Ja, snap ik. Ja. Ja, ik heb er heel veel over gehoord inderdaad. Nou ja. Laten we hopen dat het... Nou, dat is iets anders. Ja. Maar het is... Dus jij ben je dan dus in de maandagavond vaak nog dus wel weg? Maandagavond ging het over... wij komen als commissie zo ver mogelijk altijd bij elkaar nog maandagavonds. Dus okay, wij gaan... kinderen was naam, dan drinken we nog wel met elkaar. En dan gaan we wat eten of wat dan ook. En dan om 7:00 dan komen wij weer bij elkaar. En uiteraard bezoeken wij ook de Twijlavond. En uiteraard zijn we ook verkleed. Maar ik heb altijd wel wat in de pers leggen. Zodat ik tussendoor wat dan ook even toch kan verkleden. Oké, dus je bent... Dat is het mooie van mijn rol. Althans, zoals ik hem dan zie en doe. En voor een prins is dat natuurlijk veel ingewikkelder. Mm-hmm. Soms. Op een gegeven moment ook niet meer. Hoor. Maar ja, dan heb je natuurlijk veel meer ceremoniële rol. De rol eigenlijk. En de grootspoer ook als steekt en naar hebben wat dat betreft meer vrijheid. Dat moet ook, want dat past ook bij de rol. Ja. Mm-hmm. Het zou niet anders moeten zijn. Zeg. Maar jij zou tussendoor gewoon kunnen zeggen, ik ga even jongens... Nee, dat niet. Maar het kan wel zijn dat ik of de nare ineens een masker of iets anders aan hebt. En zo ja, ben ik met de bal. Dat wel. Maar soms is het ook wel eens dat wij, dat vergeet dat nooit, dat is alweer een jaar geleden. Dat was op een zaterdag. Zaterdag is niet altijd even druk met bal. Dus het kan zijn dat wij om 10:00 klaar zijn. Dus wat doe je dan nog? Dus gaat al even naar mijn thuis toe. Ik heb thuis een kamer. Met rekken en daar hangt een heel jaar uit. Dan kwamen ze van de week glas opmeten. Ja, je schaam je dood. Want hoe ga je dat uitleggen? Ik moest ook op die kamer zijn. En het week ervoor voor de kozijnen. Dan moet toch een beetje uitleggen. Dan was die laatste was nepvangersglas. Dus die snapten het wel. Maar dus dat is toch wel een beetje raar. Hij dan met sommige mensen naar boven moet. En dan zie je de hele kamer. Maar ja, dan gaat iedereen naar boven bij ons. En die pakken we en die kleedt zijn eigen om. En dan ben ik een half jaar terug om alles weer terug te krijgen. Ja, precies. Ja. Dus wij gaan altijd lekker dweilen ook. Ja, ja leuk. Zeker ook. Hoe vaak dan, denk je ongeveer? Ja, dat verschilt. Ja. Het was het eerste coronajaar. Hebben wij natuurlijk ons meest onopvallend begeven onder de mensen. Dus hadden wij ons kiel sowieso niet aan. Dus dat gold voor alle boeren. Dus die gingen ook allemaal verkleed weg. Ja, dat was buitengewoon leuk om elkaar ook zo te zien. Maar dat verschilt wel per jaar. Maar ik heb altijd in mijn auto, een aantal weten dat ook. Daar liggen volop verkleedspullen in. En zo gauw dat herkent tussendoor, wat dan ook dan, is het verkleden. Ja, zeker wel. Ja. Mm-hmm. Maar geloof. Ja. Even over je rol nog als TKT. Hoe erg verschilt dat als zijnde gewoon lid van de stichting? En misschien zoals ook wel als gewoon dweiler? Ja. Wat is het grote verschil? Ja, nou, als eerste kan ik je daar het volgende over zeggen. Dat ik dat wat beter mee om mee te gaan noemen. Dat ik dat verschrikkelijk moeilijk vind. Want ik ben in eerste instantie ben ik iemand die heel erg gehecht is aan zijn commissie. En ik vind het verschrikkelijk als ik die mee kan doen of als ik ergens afstand van moet nemen. Dat lukt me nou wel wat beter. Je moet niet aan elk protocol dit vragen, ik krijg een ander antwoord denk maar. Nee, maar dat, want als jij steekt in, ik ben niet iemand die mij helemaal afzijdig houdt en alleen met mijn rol bezig is. Ze zitten niet in elkaar, ga ik ook nooit doen. En dan zou het anders ook nooit kunnen. En zolang ik dat zo kan doen, zeg maar, ik heb dan nou denk ik wel iets beter in balans. Ik begin allemaal vut te laten aan mijn liedjes en alle soort van dingen. Ik heb daar wel wat bij op soms, maar of het daar in mijn kop te leren, dat bij mij is dat allemaal op les, omdat ik te lang blijf hangen in andere dingen die ik aan mee wil werken of mee wil doen, of soms zelf een beetje geïnitieerd heb, of in ieder geval, of door anderen. Dus dat is wel een valkuil. Maar is er een groot verschil als zijnde stichtinglid het vieren en zeker, als zijnde steken? Zeker. Wat is het verschil dan? Als stichting wordt natuurlijk wel meer geleefd. Ja. Als je een van onze boeren bent, wat ik overigens ook gewoon ben, maar dan met een pak aan. En natuurlijk wel even andere verantwoordelijkheden, maar ja, wel wat meer vrijheid. En jij denkt van ja, ik moet hem overuit, het is goed, ik ga naar bed. Ja. Nou, dat gaat niet. En ze zijn er meer dingen. Maar ja, daar staan weer andere dingen tegenover. Dus het is ook een beetje... maar ik vind dat wel, dat zeg ik heel eerlijk. En ook aan alle luisteraars. En ik vind dat soms best moeilijk. Ja. 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 Mis je het dan ook, soms die vrijheid? Um,
Ja, op sommige momenten wel. Maar kijk, of je nou met de club bent of erbuiten, je bent altijd wel steken tegen. Dus dat vind ik het probleem helemaal niet. Dat vind ik helemaal niet. Ik vind het stik leuk. Vind ik ja. geweldig. Echt waar. Ik denk er nou al over, als ik ga stoppen, hoe ik dat moet gaan doen, zeg maar. Dus, nee. Duurt nog lang, toch? Ja, dat duurt nog even. Maar, ja. maar ik ben een mens die ik moet ook altijd een beetje geleefd wel worden. Maar ik ben lastig in een stramien te krijgen. En ja, 4 weken op stap met de pers, dat is wel ook een beetje stramien. Dat weten die mannen ook, hoor. Ja, precies. Dus, maar we komen daar niks tekort. En ik nogmaals vind het hartstikke leuter, maar... soms denk ik ook van, het is ook wel goed zo. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja. Is het bijvoorbeeld ook wel eens irritant dat iedereen je dan als stekentee ook ziet? Dat ze elke keer bijvoorbeeld een selfie willen. Bijvoorbeeld Joost Eijkman, die had het erover 2 jaar geleden. Ja, er worden nou selfies met me gemaakt. Ja, ja. Nee. Had ik nooit verwacht. Vind je dat juist leuk? Ja, ik vind wel dat we, je moet het niet over jezelf afroepen. Anders sta je alleen maar voor camera's. En als je dat zelf heel erg leuk vindt, dan moet je gewoon iets anders gaan doen. Maar ik vind het niet erg, tuurlijk niet. Het is logisch dat mensen een foto willen. Met de intocht, ik ben natuurlijk degene die het meest bereikbaar en aanraakbaar is. Ja. Dus dat is aanhoudend. Zo gauw wij starten, dan komt de ene naar de andere. Die komen aan. Om zelf te maken. Daarnaast een lopje, die komen en dan lopen ze mee. Dus. Maar het is, ik vind het buitengewoon lief. Ja, tuurlijk. En ik moet soms ook verschrikkelijk lachen. En mensen maken lekker foto's, maar zorg ervoor dat je de volwassen avond eerst althans lekker gewoon viert, zonder uw camera. En soms moet je dingen vastleggen. En dan ben ik er hoor, zeker. Ja, hoor. Ja, dat is de tijd. Is dat dan ook, dat lijkt mij wel eens onhandig of dingen. Je bent natuurlijk, je bent een publiek figuur, maar dat ben je dus ook. Buiten de vastenavond om. Ja. Heb je daar wel eens dat je dan denkt, oh god, daar komt weer iemand van, hé, steek het thee. En het is... Nee. Nee? Het gebeurt wel dus. Ja, gebeurt zeker. Ja, ik kan me niet anders voorstellen. Ja. Nee, precies. Ja. Nee, dat gebeurt zeker. Wij zijn door allerlei dingen die we doen, ook buiten het jaar vaak in de stad wel te vinden voor een ditje of een datje. En daar weet jij alles van, want je bent er vaak bij. Joris gelukkig genoeg. En Joris, Joris ook wel. Maar ja, valt dus, meer op, Koen. Ja, ik sta achter jou dan. Ja, dus, dat zie je dan niet meer. Ja, goede vrienden staan achter elkaar. Ja, precies. Maar die ziet hij niet dus. ik heb daar... totaal geen last van of nee. Ik zou het eerder raar vinden als je helemaal als iedereen mijn links zou laten leiden eigenlijk. Ja. Dan denk ik ook, wow, dat heb ik gedaan. Nu is het niet goed. Dat is niet goed. En die zijn er ook natuurlijk niet te doen. Maar dat hoort erbij. En dat opent voor elkaar ook deuren. Ik heb het niet over eigen winst of eigen bedrag. Maar het opent soms ook deuren dat je door het jaar elkaar ook kan helpen. En niet alleen met vastenavond. Dus met zo'n proef mij dan bijvoorbeeld? Ja, maar ik word ook wel vaak voor iets gevraagd. Als ik iets wil doen of wat dan ook. Ja, dan doe je daar. Dat iemand mee kan helpen. Of voor bepaalde dingen uitgenodigd worden. En door daar te zijn. Is dat hartstikke mooi. Mm-hmm. En dat hebben mijn voorgangers ook hartstikke goed en altijd gedaan. Dus en ik doe het net zo. En ik vind dat leuk om te doen. En ik heb er geen last van als iemand door de straat of in het vierkantje in het weekend eens een keer roept. Je laat van, dus zeker thee. Ja, ik denk dat. Dat is prachtig. Ja, zeker. Je hebt het over je voorgangers, die noemde je net. Ja. Wou je ook over je heen? Dat wil ik ook maken, ja. Oh, doe jij maar, broer Koen. Nee, je had het inderdaad al over je voorgangers. In hoeverre zijn jouw voorgangers voorbeelden? Of in hoeverre heb je gekeken naar wat zij doen en hoe dat jij je rol nu vervult? Ik doe juist dingen echt wel compleet anders, omdat ik dat anders wil, of niet omdat er iets goed of fout is. Maar... Ja, dat is een goede vraag. Ik heb met Wally altijd best wel contact. Mm-hmm. Jan ook wel, maar minder vaak. Die andere weg ingeslagen ook. Dus dan zien we elkaar wel minder vaak. Mm-hmm. Ik heb met Jan wel gesprek gehad in die tijd. En Wally ook. En Wally is, dat is een buitengewoon lieve vent. En Wally die kan wel eens komen zo van, hey, misschien moet je zo of zo. Eel,
gewoon, en daar heb ik altijd wel wat aan. Er zijn hele simpele dingen, soms hele kleine dingen. Dus we zijn pas met een project bezig geweest. En dan voel Wally feilloos aan, zeg maar, van hey, misschien maar een beetje zo of misschien maar een beetje zo. Dus daar heb ik buitengewoon veel aan. Maar dat is het ook wel. Dus voor de rest geef ik eigen invulling aan. Maar dat is ook het mooie van de rol van steektelecan. Mijn vader heeft er in die tijd een heel andere invulling weer aan gegeven als Jan Schroeven. Jan Schroeven was natuurlijk een hele koddige, geweldige, markante figuur. En mijn vader die ging het meer zoeken in voordrachten. Dat was niet. Wim Vervliet ook. Chef de Grauw was van, bij wijze van spreken, in die tijd, is ook van voor mijn tijd. Maar die was van 11 geboren en het pratje op een gegeven moment. Maar niet zo van voordrachten zingen. Zo. Dat ging Wim van Vliet doen. Die maakte. Nee? En zo geeft iedereen een beetje. Erik is daar natuurlijk ook een godvoorbeeld van. Alhoewel, Jacques Touw natuurlijk. Zijn dus voor Leo nog. En voor Jacques Touw als nar. Die was wel heel erg van het voordragen. En schrijven. Liedjes schrijven. Ook voor anderen zo. Ja. En ze geeft iedereen een beetje eigen invulling. En zo doe ik dat ook. En ik hoor natuurlijk wel terug van. Oh. Gelijk wel veel op mijn vader stond. Ja, daar ben ik, dat is ook zo. Dat ik ben een kind van dat is weinig aan te doen. Hoe omschrijf je jouw invulling dan? Want de ene was meer van de liedjes en de acts. En de andere was... Hè, hoe omschrijf je jouw rol dan als zijnde steekt? Ja, ik... liedjes wel ook, ja. Maar ik kijk wat meer nog van zoveel minuten. Wat ga ik dan doen? Ik ben me niet zo vast op ik moet dan dat liedje doen of dan dat. Of ik kijk gewoon... er zijn wat dingen waar je ook wel een heel jaar onbewust hoor, mee bezig bent. Als je wel hoort, denk je, wacht even. Dat is mij toch onbewust een beetje. En zo werkt het dan, zo gaat het dan. Ik vind het ook leuk altijd om wat te vertellen. Kort, in dichtvorm of hoe het dan ook. Dus ik maak altijd daar een pakketje van en dan doe je dat. Ik vind... ik heb altijd wel behoefte om iemand iets mee te geven of iets te zeggen. Ja. In ieder geval, dat zit wel in mij. Dus ik ben wel van de bravoure aan de ene kant. Dat past ook bij steekentee. Dus ik loop heel erg met mijn eigen weg. ik ben wat minder van stoeren. Ik ben geen stoere steekentee of dat politieagentachtige. Ik ben meer wel de politieagent van de leute politie van de Noorheid. Al minder de stoere kant, dat zit ook niet zo in mij, nooit gezeten ook als mens. Maar ik ben ook wel behoudend, dus ik ben ook wel iemand die als een klein beetje boodschap ergens had, vaak in het liggen. En niet dat die over moet nemen, maar daarmee vind ik het ook wel mooi om mee te geven wie ik zelf ben. Dus ik aan de ene kant dus wel de echte steekthema, de Jantje Bravoure, zeg maar. En aan de andere kant de beschouwer en wat meer de kant van weemoed, zeg maar. Ook in voordrachten. Dat kan heel erg sluitingen ook. Kan een heel explosief nummer zijn, maar kan ook heel een stukje weemoed zijn, zeg maar. En het zit in mij als mens ook allebei. Ja. Heel sterk. Ja. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik kijk altijd graag wel ernaar, zeg maar even. He, dus een steekteen moet inderdaad op een bepaalde manier overkomen naar mijn gevoel. En dat doe je... Vind ik goed. En de ander zal zeggen, nou, ik vond de vorige beter. Of de drie daarvoor. Maar... Dat is ook tijdsgeest. Hè? Ja. Elk kind heeft zijn eigen steektape bij spreken. Ja. Wij zijn met een nummer bezig voor de schuifdeuren. En dat gaat ook over een tijdsgeest. En daar hebben we iemand bij gezocht. Die dat ook het beste kan zingen. Omdat hij dat een kind is van toen uit die tijd. En als je het hebt over wat voor steektape. Nou, als wij vertrekken zaterdags. Ja, dan ben ik echt niet meer te houden. Hè? En dan loop ik voorop en dan met de muziek, en die kinders, jongen, en de mensen, echt waar. Nee, dan ben ik niet meer te houden, dan krijg je me zo klein. Al die kinderen vinden hun ouders ook weer terug? Ja. 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 Niet onbelangrijk. Ja. 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 Nee, heel goed. Ja. Ja. Joost, het is woensdag. Joost. Dat heb ik vandaag al een keer eerder gehad, overigens. Ja. Maar, Dennis, het is vandaag woensdag dat wij dit opnemen. Ja. Dat betekent dat overmorgen het 11-11 is. Ja. Hoe zien voor jou de komende dagen, inclusief 11-11, eruit? Ja. Ook hier heb ik weer de meeste vrijheid eigenlijk om invulling te geven hieraan. Ik heb net zo'n beetje gezeten hoe ons 11-11 eruit ziet. Hè. Mm-hmm. Wij gaan eerst sterrenpelof verbranden.
Dan van die locatie vertrekken wij voor onze vergadering naar de stoelenmat. Daar doen wij uiteindelijk 11 agendapunten afwerken, waarbij agendapunt 10 de geit is. En agendapunt 11 is in de Engel dit keer. Dan doen wij het lampje doven van de vergadering. De vergadering pas klaar. En in de tussentijd, dan wordt de grootste boer gekozen met een beetje spel. En dan word ik aangesteld als TKT. En ik weet dat zeker, want ik heb dat zelf allemaal al geregeld. de mannen, ik ga er niet te veel over vertellen natuurlijk. Maar ik zal wel van me laten horen. Vrijdag. Dan krijgen we uiteraard onze prins die zijn naaraansteld. En dan gaan wij in volle naad volgens de traditionele route naar Midden-Oost, naar de geit. En daar zal de grootste boer van een verleden jaar, maar dan van dit jaar. Die zal daar de kale neet afleggen en onze nolgeit zal hem toespreken. En het beste wat hij dan kan doen, dat zal natuurlijk doen, dat is licht op groen zetten voor onze vaste avond. Vorig jaar was het nog oranje, denk ik. Nee, was het toen op groen al? Groen. Ja, het jaar daarvoor was oranje. Ja. Ja, dat is niks. Het is of rood of groen. Precies. Precies. Ja. En het ziet er niet naar uit dat we weer op rood gaan, hoor. Nee. Of blijven, moet ik zeggen. Voorlopig nog in ieder geval niet. Nee. Ga ik even een sprongetje terugmaken. Jullie hadden afgelopen zaterdag die convocatie. Ja. Nou, die was op het Bleekveld, heb ik in de kranten zo allemaal gelezen. Ja. Grote dingen. Dan moet me toch even iets. Ik zag de foto dat jullie vervolgens in een café stonden. En ik zat te kijken, welk café is dat nou? Welk café is dat nou? Maar jullie zijn zowaar in de Ahoy Bar geweest. Ja, dat klopt. En dat was vroeger kwamen daar natuurlijk al wel eens zo. Want dan lag het op de route. Ja. En wij zochten een café dichtbij. En dan ga je denken. Dan ga je al gauw weer richting de andere kant van de stad. Totdat er iemand zei. Maar de Ahoy Bar is toch ook gewoon nog open? Dan zeg je, nou, dan moeten we daar naartoe gaan en vragen wat dat zo is en of dat daar kan. Ja, en dan kom je daar binnen, ga je terug in de tijd. In die zin, wij waren daar en we waren buitengewoon te gast bij deze mensen. Dat leek wel weer een beetje of dat je in de Katrina Bar stond. Dus wij hebben het ontdekt. En ik kan me voorstellen dat meer mensen dat misschien zomaar eens zouden kunnen ontdekken. En ik sprak dingen. Dat was zaterdag was ook nog de boekpresentatie van Ed Nijpels. Oh, ja. Ed Nijpels ja. Natuurlijk oude inwoner van Bergen. Niet geboren, maar getogen hier. En die hield zijn boekpresentatie. En die vertelde toevallig ook nog wel over de Ahoy Bar. Want wat ze me nou hebben, deed daar vaak ook aan. En die kwamen dan met 100, 150 man in één keer binnenzetten. Want wat ze me nou hebben, die gaat zondagavond gaan die al dweilen. En die doen dan de buitencafé, zeg maar. Vroeger ook nog wel. Nou, de Watertoren. Nou, bestaat ook allemaal niet meer. Nou, fijn, nooit meer van die cafés. En ook de Ahoy Bar. Dus het is niet nieuw dat wij daar binnen waren. Nee, dat niet. Maar, wel verrassend natuurlijk. Ik zeggen, ik weet dat er tegenwoordig niet veel vastenavond gevierd wordt. Nee. Verder denk ik niet. Maar ik denk, nogmaals, de mensen hebben met plezier ons ontvangen. En staan werken. En wij zijn er met heel veel plezier geweest. We hebben het netjes achtergelaten. Dat is ook wel eens een keer goed dat gebeurt. buitengewoon lieve, gastvrije mensen. En ik zou niet verstaan te kijken dat we misschien met de vastnaad daar nog wel eens een keer binnen zouden stappen, bij wijze van spreken. Maar dan moeten we misschien van tevoren wel even zeggen, maar heel veel komt. Dus iets ouds waar je lang niet meer bent geweest, of lang niet meer hebt gehoord. En dat je dan toch weer hebt gepakt. Dat gaan wij nu ook doen, Koen. We gaan naar iemand toe die je ook wel kent van 2 jaar geleden namelijk. De man die heel erg is gegroeid. Afgelopen jaar ook nog. Ja, hij heeft afgelopen jaar in de tv-show ook weer meegewerkt. Dat klopt, maar niet met dit item. Nee. De man die heel erg is gegroeid. Niet in lengte, want hij was al 2 meter bij geboorte. En dat is hij ook gebleven ondertussen. Maar wel gegroeid in zijn columns. We gaan luisteren naar Ian. Ian. Wie de leut het, et de toekomst. Het nieuwe motto voor komend jaar. Zoals altijd, als je nieuwe motto hoort, ga je nadenken wat je ervan vindt. Ik vind het een mooi motto. Het is iets wat me even aan het denken zette. Hoe ziet de toekomst van de vastenavond eruit? Dat weet natuurlijk niemand precies, daar heb je een glazen bol voor nodig. De hele nabije toekomst, ja, die ziet er mooi uit. Het is weer 11:11. Voor het eerst sinds een lange tijd weer een avondje vastenavond zonder enige restricties. Eerder dit jaar hadden we natuurlijk een gigantische meevaller dat we met de vastenavond zelf volle bak weg konden. Deze 11:11 is als het goed is weer ook als vanouds. En dan nog op vrijdag ook.
Dat belooft een gezellig drukke avond. Ik heb er in ieder geval weer zin in. Wie de leut het, het is de toekomst. Als je leut nu hebt, dan had je dat ook in het verleden. Deze 11-11 zal ook wel weer op het verleden lijken. Super veel zin in. Je haalt je stinkende bullen van vorig jaar weer net iets te laat uit de kast en trekt het toch aan. Wanneer je eenmaal in de kroeg staat, duurt het even dat je er weer in komt. En om 2 uur ben je teleurgesteld dat het weer voorbij is en je tot eind januari moet wachten. Ik vroeg me net al af hoe de toekomst van de vastenavond eruit ziet. Wat me de laatste jaren opvalt en ook mensen om me heen zeggen is eigenlijk heel tegenstrijdig. Ik spreek tijdens de vastenavond vooral de mensen die het feest geweldig vinden. Die zolang ze het kunnen het altijd zullen vieren en niet zonder kunnen. Aan de andere kant merk je dat er de laatste jaren iets minder mensen de stad ingaan. En vooral dat bouwclubs en bandjes steeds meer staan te springen om nieuwe mensen. Dat is jammer en tegelijkertijd erg logisch. Door die technische ontwikkelingen de laatste decennia hebben mensen veel meer keuze in wat ze leuk vinden om te doen. Mensen zien veel meer wat er verder in de wereld gebeurt dan het lokale. Het is ook veel makkelijker geworden om de muziek te luisteren die je leuk vindt. Dat zorgt ervoor dat er veel meer verschil is in muzieksmaak en daardoor de traditionele vastenavondmuziek sneller als ja, niet mijn muziek wordt beschouwd. Ook is het zo dat mensen minder met de handen doen. Dat maakt de zoektocht naar bouwers en muzikanten waarschijnlijk ook zo moeilijk. Betekent dit dat het feest minder gaat worden? Nou, wat mij betreft niet. Zolang de basisprincipes van de vastenavond gehandhaafd blijven, denk ik dat dit feest heel lang kan blijven bestaan. Met die basisprincipes bedoel ik gelijkheid, samen zijn en leut. Wie weet hoe de vastenavond er in de verre toekomst uitziet. Ik zie het volgende futuristische beeld wel voor me. Betalen met een chip in je pols in plaats van leutneutbonnen. Even teleporten naar huis wanneer je in een drukke kroeg staat en je naar de wc moet. Kroegen die met elkaar de strijd aangaan om de meeste omzet en het dan bar wars noemen. Dat je op ieder moment je favoriete dwelbandje kan laten optreden via een hologram. Het dwelbandfestival dat beslist wordt door televoting. Nou, uiteraard wel met 11 punten in plaats van douze points. Vrouwen in de stichting. Stekentee die de intocht aanvoert met een lightsaber in zijn handen. De prins die op zijn vliegend prinsenschip de stad in komt zweven. De peperbus die met de kindervastenavond als een space shuttle wordt afgeschoten. Maar misschien zijn dit wel iets te onrealistische ideeën. En wat is de toekomst van Montezoren? Vergeleken met begin dit jaar pakken Koen en Joris iets minder groot uit. Toen hadden we een mooie top 77 show, dit jaar weer ouderwetse podcasts. Hoe zou dat in de verre toekomst zijn? Nou, ik heb er met behulp van de tarotkaarten van Maarten naar gekeken. Zoals het naar uitziet laten Koen en Joris zich invriezen en het jaar 2022 weer ontdooien. Puur om te kijken hoe de vastenavond er dan uitziet om vervolgens de top 777 te presenteren. Aangevuld door een column van een alien. Maar alle gekheid op een stokje, wat fijn dat we weer mogen. De wereld verandert, tijden veranderen, de vastenavond verandert daardoor mee. Als sommige zaken maar hetzelfde blijven, zoals samen leut beleven. Want als je samen leut hebt, dan heb je samen de toekomst. Ja, weer een verhaal van Ian. Ja. Over de alien. Goeie. Die vond ik leuk. Die vond ik heel goed. Ja, de barwatch vond ik ook wel. Geweldige column. Ja, ja. Dankjewel Ian inderdaad voor deze mooie column. De toekomst van de vastenavond. Nou ja, de peperbus als space shuttle. Steken tegen met een lightsaber. Ja, is die al besteld? Dat zou zomaar vrijdag al kunnen. Dus ja. Nee, ja, maar kijk, 2222 waar Ian het over had, ja. Dat is natuurlijk ver weg. Maar ja, ja. Hoe zie jij het voor je, Dennis? Eigenlijk wel heel positief en heel goed. Door mensen zoals jullie ook, en als Ian en nog heel veel meer, hebben te maken met een generatie die vastenavond bespreekbaar durft te maken. En daar hebben we ook nodig, want onze wereld en de vastenavond daarmee staan voor grote uitdagingen. En dat is niet nieuw. Dat is één keer in de zoveel tijd heb je dat. En dat hebben we nou ook aantoonbaar zeg maar, te pakken. En dan is het goed als je dingen bespreekbaar maakt. Dat doen wij als Stichting Vastenavond ook. Niet alleen als Stichting Vastenavond doen we Brabant breed. Ook met de Brabantse Carnavalsfederatie. Van hoe kijken we naar het feest toe. We hebben natuurlijk heel veel. Ik zeg wel eens, het is ook het tijdperk van mensen. Iedereen, als die aandacht wil, die kent hem krijgen. Ik denk dat ons dat soms enorm part speelt. Want naar elke mens die aandacht wil, moet ook aandacht uit. En daar denk dat op een gegeven moment niet meer werkt. Maar
Het is soms heel erg ingewikkeld. En daarom is het goed om te kijken, wat mag je nog wel, wat mag je niet? Wat mag je nog wel zeggen? Wat is nog hekelen? Iedereen voelt zich heel snel aangesproken, omdat we daar ook zo meekrijgen in de media. Ja. Media is natuurlijk heel groot. Aanjagen van zaken, daar staat tegenover dat we zelf ook media kunnen maken en bedenken. Dat is dan weer een voordeel. Maar dat maakt het er niet eenvoudiger op. Vroeger had je Brabants Nieuwsblad hier in de stad. En wat daarin stond, dat was niet waar, maar dan moest je het wel mee doen. Bij spreken. Hey, en nou is het veel ingewikkelder, zeg maar, om opinie te krijgen. Hè. Maar nogmaals, al wij dingen bespreekbaar kunnen maken. Dan komen wij daar allemaal dik aan uit. En Ian noemde net ook een aantal technieken natuurlijk, maar die hebben we ook nodig om dingen te kunnen. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat dat voor sommige mensen heel beangstigend is, want dan is het niet meer zoals het was. Ja, nou, als je nou teruggaat naar de jaren 50, naar onze vastenavond, waarin wij ook nog vaak spreken, ook een liedje over carnaval. Mm-hmm. Als je dan gaat kijken naar optochten, en naar thema's, en als je gaat kijken naar muziek, dan was daar niks bergs aan. En dat is gek, want daar liggen wel de wortels van ons feest. Dus ik hoop daarmee ook angst weg te nemen als het gaat om het beeld wat we soms meenemen. Als je naar het beeld gaat van die tijd, dan is het 4 dagen feest in de omgekeerde wereld, waarbij je maar 1 ding in de gaten moet houden, dat je dat samen viert. En daarmee bepaal je de grenzen van dat feest. En dat is voor mij vastenavond. En niet op wat je aan hebt of wat voor muziek dat gespeeld. Nou, mooi. Goeie. Mooie laatste woorden, denk ik. Mooie laatste woorden, ja. Dat denk ik ook, inderdaad, Koen. Dennis, mogen we jou heel erg bedanken dat je bij ons aanwezig wilde zijn. Jullie bedankt. Bij onze geweldig leuk. Ja, onze 11-11 special met Dennis van Tilburg ook wel steken tegen. Dankjewel. Heel graag gedaan. Achterleuk. Wat? Volgt gij die mannen nou nog niet op Instagram? Bottes, laagstripke oren. En geef ze dan gelijk een hartje. En liken en delen en sharen.